Super leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. Vandaag heb ik fanmail opening. En voor vandaag hebben wij 3 fanmail pakketjes om te openen. Waarvan eentje met minion stickers. Maar dat laat ik jullie zo meteen wel zien. Laten we beginnen met de eerste fanmail. Laten we alles eruit halen en alles eruit. En we hebben wat losse codecards, een tekening, een voetbalplaatje of zo met een gezicht van een mannetje. Ik spaar geen voetbalplaatjes of wat dan ook, dus ik weet het niet echt. En nog eentje. Een man. Ja, dat is alles wat ik hem kan zeggen. En we hebben een brief. En op de brief staat: hey Pokémaatje, ik had zin om een pakket te sturen. Ik heb in die leuk en ik heb een kaarten en een gestopt. Van Liam. Ik weet nou nog steeds niet of het Liam is of Liam. Liam of Liam. Is het nou Engels of is het nou gewoon Nederlands? Ik weet het niet. We hebben een Pokémaatje, abonneer. En voor mij staat hier Steam Siege of zo. Oké. Okay. We hebben dan nog een code. Ik weet niet of ik die mocht laten zien. En nog kaarten. Oké. Okay. Voor de kaartjes van Liam hebben wij Fromantis. Sturskit. Growlithe. Crabrawler. Mirani. Gramble. Double Colorless. En een. Oké. Okay. Volgens mij heeft hij het expres erin gedaan, want ik kan het niet uitspreken. Oké, okay, wacht. Even kijken. Biyukumuku. Dat ging best wel goed. De volgende fanmail is de fanmail met minion stickers. Vind ik echt super cute. Maar ik wil de minion stickers niet kapot maken. Dus ik weet niet hoe ik dit moet openmaken het beste. Goed. We hebben eerst de brief met een superleuke tekening van een waterdruppel, denk ik. En dan hebben wij... Even kijken hoor. Hoi Pokémaatje. Ik ben een groot fan, daarom stuur ik mijn eerste fanmail. Ik heb een leuke custom booster. Leuke, vind ik, custom booster pack. Ik hoop dat je het leuk vindt. Je video's zijn super leuk, ga zo door. Ik ga zeker weten meer sturen. Groetjes. Nini, denk ik. En ik ben de poepkoningin. Spreek uit als Nini. Ja, dat dacht ik al. Met card trick. Goed dat je dat zegt trouwens. En hier hebben we een tekening van mij. Dat lijkt er trouwens wel een beetje op. Dus dit is een soort van face reveal. We hebben een... Dit is privé. Dus dat leg ik apart neer. En de tekening. Ik wist niet hoe je eruit zag. Sorry. Oké, dus de vorige tekening was ik dus niet. En we hebben... Pokémaatje. Dit lijkt aardig op mij. Echt waar. Dit lijkt aardig op mij. Alleen ik heb een beetje bruin haar. Maar... Dit lijkt aardig op mij. Dus dit is een korte face reveal. Alleen ik heb geen groene kleding. Maar het is... Komt in de buurt. Maar ik heb bruin haar een beetje. En dan hebben we een Pokémeisje Custom Booster Pack. 10 additional game cards. Real packs. Maar company bedenker Nini. Hebben we hierna. Volgens mij is Nini heel erg fan van poep. Ik weet het niet zeker, maar ik denk het wel. Oké, okay, dus de custom booster. We hebben de code van de custom booster. Oh, ik denk dat ik de code wel mag laten zien. Dit is een Pokémaatje custom booster en het is van Evolutions. Cool. En nog een Face Collide Pokémaatje custom booster. Oh ja, en de trick is 1, 2, 3 naar 1, 2, zo. We hebben een Cacnea, Double Colorless, Wishmer, een Koffing. En dit zijn volgens mij veel meer dan 10 kaarten, maar ik tel het wel zo meteen. Pokémon Ranger, Wonder Energy, Krakorak, The Boss's Way. Dat is een oude kaart van Legendary Collection 2002. Octillery, Combusken, Ducklet, Chatot, Donphan. Plasma Storm, cool. Glaceon. Reverse Holo Electric. Fungus.
Nidoran, Totodile, Reverse Holo Nidorina. En wow! Een Pokémeisje trainer full art. Ik moet het in de sleeve doen. Dit is gewoon een Pokémeisje full art. En het is een supporterkaart. En natuurlijk pak ik daarvoor een hele, hele mooie roze sleeve erbij. En hij gaat ook in mijn map trouwens. Dit is echt een super mooie kaart. Een Pokémeisje kaart met Charizard en Mightyena. Dit is echt de perfecte kaart. Ik ga hem zeker in mijn map doen. En dus super bedankt Nini voor de kaarten. En voor de laatste fanmail hebben wij de... Oh ja, hier achterop staat trouwens het adres. Dus ik ga het niet laten zien. En openen in de video. Oké, we hebben... Het zijn geen goeie, maar dat maakt natuurlijk niet uit. Even kijken. Brief en een tekening. Laten we beginnen met de brief. Hoi Pokémeisje, ik ben al heel lang fan, dus ik dacht, laat ik een fanmail opsturen. Mijn naam is Gio en ik ben 10 jaar. Bedankt dat je de Pokémon Pack opening voor ons opneemt. Oh, okay, dat is echt super aardig. Super lief. Ik doe het echt gewoon met heel veel plezier. Ik heb twee vragen voor jou. Vraag 1. Vraag 1 is of je een paar sleeves wil opsturen. En vraag 2 is of je een kaart met handtekening bij kan doen. En verder geniet van mijn zelfgemaakte pakje. We hebben de tekening. En we hebben een hele mooie Chimchar tekening. Wauw. Die ga ik zeker weten op de fanmailmuur pakken. Net zoals alle anderen. En hebben we een pakje van Gio. Met, het zijn geen goeie. Maar, oké. Okay. Ik weet niet of er een soort van trick bij moet. Maar ik denk het niet. We hebben een Klink. Drifblim, Tangela, Meditite, Stunky en een Rods. En dit is trouwens van een hele oude set, dus het, is wel, het zijn eigenlijk wel goede kaarten. Maar hopelijk vonden jullie de video leuk en ik wil iedereen bedanken die fanmail heeft gestuurd. En dan zie ik in de volgende video. Bye bye!